Natuurlijk komt u ook, net als ik, op zondag 23 september naar de culturele manifestatie Het Culturele Lent in Weert. Want u zult smikkelen en smullen van het gevarieerde aanbod wat daar is. En ja, u kent mij, ik ga natuurlijk de kamermuziekserie weer presenteren. We hebben een prachtige serie samengesteld met allerlei hoogtepunten, zo denk ik er natuurlijk over, maar ik hoop dat u daar ook zo over denkt. In de Parel, de prachtige akoestische concertzaal aan de Beekstraat in Weert. En die zondag ga ik daar wat over vertellen, maar Nicole van Jaarsveld en Angelique van Heemsbergen, die ook in de serie komen verderop in het jaar, die komen voor u alvast een stukje Brahms en Bernstein spelen. Ja, natuurlijk Bernstein, die is 100 jaar geleden geboren. Daar moeten we toch nog steeds iets van horen. Wat een muziek, hè. Ja, dan Brahms. Maar voorafgaand spelen twee hele jonge talenten van Rick, Tessa en Teun, de Rhapsody in Blue van Gershwin. Nou, daar ben ik erg benieuwd naar, want zo jong en dan dat aandurven, dat lijkt me heel bijzonder. Dus we zien elkaar zondag 23 september bij het Culturele Lent in Weert. En als u al niet de kaarten gekocht heeft, dan zult u het dan nog zeker doen. Tot dan.